Hey, en de heren die hier aan tafel zitten. Ik heb begrepen dat je fan bent. Sowieso, ja, zeker. Ik heb echt in de lockdown heel veel geluisterd naar liedjes van hun. Vooral Alles Kapot, maar dat kan jullie verteld. Ja, Atjag. Ja, leuk. Die heb ik heel veel, maar is heel veel liedjes. Ik vind het gewoon heel vet. Ja. Ja. Lachen, heren. Ja, jullie zijn hier al een paar keer geweest. Kind aan huis. Maar ja, voor de mensen die dat nog niet helemaal begrijpen, hoe is dat bij jullie begonnen? Boas. Dat kan Milo heel goed vertellen. Nou ja, wij kennen elkaar uit de bouw. Waar zitten de dames hier? Ja. Wij zijn stucadoors en onze vaders waren ook stucadoors. En eigenlijk op ons 13e, Karel en ik waren 13, Boas was iets ouder. Hebben we elkaar ontmoet daar, ja. Op de bouwplaats. Maar pas later dus wat muziek gaan maken? Pas veel later muziek gaan maken, ja. Pas 5 jaar later of zo, dat Karel had volgens mij van zijn laatste cent een laptopje gekocht. En toen ging hij beats maken. Ja, money well spent. Money well spent, ja. Toen gingen we eerst een beetje rappen. Een beetje over drank en drugs en zo. En overvallen plegen en zo, wat ik nog nooit had gedaan. Ja, dat vond ik toen sick. En ook ja, tijdens corona het meeste uitgebracht. Een beetje aan kunnen ruiken, aan kunnen proeven. Ja. Ja, en voor de mensen ja, die het hebben gemist, check ja, dit. Ja, leuk. Super dope. Tikkeltje surrealistisch misschien, maar ook qua teksten ook nog wel. Dat je even 2 keer moet luisteren, dat je denkt, hey, er zit gewoon een boodschap in. Soms wel ineens, hè? Ja. Ik noem het een beetje rollercoaster pop. Dus we gaan deze alle kanten op qua genres, want we doen lekker wat we willen. En zo zullen we dat ook uitbrengen in onze muziek natuurlijk. Maar ook niet de boel te serieus nemen, geloof nee, ik. Zeker niet. Het is ook met veel humor. Dat vind ik altijd heel knap. Als je er maar en goede muziek kan maken en humor erin. Ja. Dat is eigenlijk een van de moeilijkste. Ja, toch ook wel. Tweede Kamer, kinderwens. Ja. Ja, ik lekker, denk dat ook in balans. In het echte leven is het ook, weet je. Je kan alles heel serieus nemen, maar uiteindelijk moet je ook kunnen lachen. En ja, zelfs in de droevigste momenten kan een goede grap. Ja. Precies zijn wat je nodig hebt. Ja. Dus, en ik hoorde net dat wij in dezelfde buurt wonen. Terwijl ik ja, in een hele nette buurt woon. Mijn huisgenoten zien jou heel Lach vaak. Albert Heijn, Amsterdamseplein. Oh ja. Ja. Ik had je nog nooit gezien, maar zij vertelde het aan mij. Ja. Hey, ik zei net, Mo, staat er Pinkpop. Ik hoorde bij jullie ook een aantal festivals voorbij komen. Ze ja, staan niet op Pinkpop. Pinkpop is de enige. Bukkelpop wel, Lowlands. Ik weet jullie houden wel van een drankje. Dit wordt een heftige zomer. Hoe heb je erover nagedacht hoe je dat gaat doen? Hoe je die balans gaat, nou, gaat vasthouden? Milo is bezig met een drankprotocol. En daar, gaan we ons, daar gaan we ons heel erg aan houden. Ja. En wat is het drankprotocol? Ja, ben ik ook benieuwd ik naar ben je. Nou ja, bijvoorbeeld waar we het net al over hadden. We gaan dus Pukkelpop spelen en Lowlands. En dat is dan 2 dagen achter elkaar. Ja, dan is het wel goed om van tevoren heel veel te benoemen van jongens, weet je, we spelen 2 shows, ze zijn allebei fucking belangrijk. Laten we zaterdag wel een beetje. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld van nou, laten we bijvoorbeeld 5 drankjes drinken. Ja, maar dat zeg ik ook heel vaak. Ja. Ik doe dat niet. Hoor. 5 voor het optreden, 5 tijdens en 5 na. Ja, 0 of 100. Maar ja, hoe doe je maar even heel serieus? Want het is ook de rock and roll. Je wil daar ook niet ineens op een spaarrootje daar staan, toch? Of wel? Ja, okay. Nee, maar als je elke show gaat drinken en naar de kloten, dat hou je niet vol. Nee, nou, er zijn er zat die dat allemaal volgehouden hebben, toch? Ja, maar zij drinken niet zoveel als wij. Nee, hey, slim, hè, Bas? We hebben er gewoon over nagedacht. Ja, ja. Laten we heel even kijken wat er gebeurt als jullie zo'n feestje bouwen. Ja. Tens staan jullie, Lone? Wij staan meestal iets Alpha. Gingen jullie vroeger zelf heen naar dat festival? Ja, ik ben er 2 keer geweest. Ik ben ook 1 keer. Dat is toch ziek dan, dat je dan gewoon. Belachelijk. Het is een jongensdroom. Ja. Ja, echt we hebben er al een keer gestaan, hè? 2019, in een hele kleine Sexyland tent. Oh, ja.
Aha, voorproefje was dat. Dat was een voorproefje, ja. Hey, de nominaties. Morgen weten we het. 013 Tilburg. Ewa, ja. Daar gaat het allemaal gebeuren. De stembussen die zijn vandaag eerder gesloten. Jullie nemen het op tegen Sterren als Snelle. S10, Vrouwtje, Ronnie Flex, Kensington. Zijn die nu al gesloten? Nou, op één categorie na. De categorie van beste groep. En we hebben een kleine tussenstand gekregen. Oh. Dus jullie staan voor nu bovenaan. En je kan nog even een oproepje doen. Ik zou zeggen, pak gewoon even die camera hier. Als je ons echt te gekke jongens vindt, of heel erg lief, of bijvoorbeeld knap, stem dan op ons als beste groep. Ja. 3fm.nl/stem. Huppakee, morgenavond weten we het. Jullie zijn 3 keer genomineerd, jij 2 keer. Zullen we afspreken dat we maandag, of in ieder geval morgenavond of overmorgenavond, even contact houden als jullie er allebei 2 winnen? Okay. Zullen we dat afspreken? Ja, dat is goed. Wow. Bij deze. De awardshow is morgen in 013 Tilburg en is te beluisteren op 3FM. We hopen natuurlijk enorm dat jullie gaan winnen. Mo Goldband, dankjewel. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.